horens groeien als leugens uit mijn rug. En in momenten als deze voel ik ze groeien. Ego met jullie verwondering. Met als we gedachten kunnen lezen, hè? Als geheimen, fantasieën niet meer veilig zijn in het hoofd, kunnen we misschien dan ook gedachten forceren? Ik kijk meer dan ik luister. En als ik luister, dan luister ik naar de stilte. De stilte tussen woorden. In die stilte kan je lezen. Lichamen lezen. In die stilte kijk je in de ogen. Dan worden de ogen de spiegels van de ziel. En ik denk dat jij aan de waarheid denkt. Dat betekent dat jij in je handen een witte kastanje moet hebben. Toon ons jouw kastanje. Hij is wit. Nicoletta. Nicoletta, jij hebt een vrije keuze gehad. Jij mocht tekenen wat je wilde. Ja? Je hebt ervoor gezorgd dat niemand het zag? Oké. Okay. Nicoletta, jij denkt dat je een vrije keuze hebt gehad. Kijk in de ogen van Joris en lijn per lijn maak je dezelfde tekening opnieuw. Kijk, ik ga jou de tekening tonen. Is het ongeveer zoiets wat jij getekend hebt? Het is exact dat. Schruben. Droom.